Nee, staat op Facebook. Ik lees alleen maar Facebook. Waarom leek de rest van de wereld dat niet? Sorry. Ja, misschien is het ook niet waar. Ik bedoel... Nee, kijk, ik bedoel... Maar Joost, zeg eens wat meer over die MH17, want er zijn aardig wat mensen hier naartoe gekomen. En die dachten dat het ook daarover zou gaan. Ja, heeft en iemand daar concrete vragen over? Jij over weet MH17. Er heel veel van. Ja, mag ik vragen? Ja. Ja, waar ben je? Ja. Er werd net inderdaad, ik heb het dan een beetje gevolgd, maar ik vind het dan al zo snel ingewikkeld worden dat ik denk, nou, laat maar even, ik focus me op andere onderwerpen. Maar inderdaad, nou, gewoon in het dagelijks leven heb ik dat heel erg. Dat is ook de moeilijkheid, denk ik, van de media. Dat alle, je krijgt zoveel verschillende signalen binnen. Dat het is wel heel moeilijk om iets zeker te weten eigenlijk. Ja. Ik, in tegenstelling tot die vrouw van net, ik weet heel weinig heel zeker. Ja. Behalve de dingen die ik zelf onderzoek. Maar over die MH17 bijvoorbeeld. Ik heb het boek nog niet gelezen, maar die kogelgaten. Waar komen die dan vandaan? Ja, nu beginnen we al gelijk met een hele eenvoudige vraag, maar niet heus. Nou, eens even kijken waar beginnen we wat dat betreft. Kogelgaten, dat is nog niet echt aangetoond dat er sprake is van kogelgaten. Dus is het een en ander wat er volgens een aantal personen... We hebben het ook niet over kogels, hè. We hebben het over iets wat afgeschoten zou zijn door een boordkanon. Dus we hebben het niet over dat iemand met een mitrailleur die ergens op staat te schieten. Overigens wordt dat ook niet uitgesloten, want die brokstukken die liggen er al een maand of vier. Dus, of lager dan toen ze voor het eerst gefotografeerd werden. Dus voor hetzelfde geld had ook gewoon iemand daar met de mitrailleur op kunnen gaan schieten. Hè? Ik bedoel, dat is allemaal nog helemaal niet aangetoond. Het meest interessante, wat vrij recent eigenlijk naar boven is gekomen, is een persconferentie geweest van de bouwers van die Buk-raket in Moskou. En dat is ook weer heel erg gedraaid in de pers gekomen als zijnde. Nu geven de Russen zelf toe, het was een Buk-raket. Nou. Dat waren niet de Russen, dat waren de bouwers van die Buk-raket. Die hebben dus, voordat ze die persconferentie gaven, zijn ze in Nederland geweest. Daar hebben ze gepraat met de Nederlandse onderzoekers en hebben ze hun bevindingen op tafel gelegd. Nou, wat zij zeggen in die persconferentie, en dat zeggen ze wel 100 keer, dus het had je moeilijk kunnen ontgaan, maar de Nederlandse pers is het kennelijk allemaal wel ontgaan, zeggen van, wij zeggen niet dat het een Buk-raket was, maar als het een Buk-raket was, dan kon die nooit geschoten zijn vanaf het punt waarvan de Amerikanen zeggen dat die geschoten zijn. En waarom zeggen ze dat niet? Nou, dat leggen ze heel precies uit aan de hand van de soort van beschadigingen die er in het toestel te vinden zijn. Het is een heel concreet, stapje voor stapje verhaal, wat heel goed te volgen is. En het enige bewijsmateriaal wat ze daarbij gebruiken is het officiële bewijs, zoals dat in het voorlopige rapport van de onderzoeksraad is vastgelegd. Niks van internet, gedoe, wat dan ook, alleen dat maken ze als gebruik. En vervolgens zeggen ze, als die inderdaad vanuit dat Sjitsjne afgeschoten zou zijn, wat om allerlei andere redenen een belachelijk verhaal is, dan zou die van voren afgeschoten zijn en zou je dit soort beschadiging moeten hebben, onder andere dat beide cockpitramen ingeschoten zouden zijn. Nou, dat is heel interessant, niet het geval, maar één cockpitraam, het andere is nog helemaal intact. De hele andere kant is helemaal intact. Nou, dat is echt een behoorlijk overtuigend verhaal dat het niet vanaf die kant gedaan kan worden. Dat hebben ze dus neergelegd bij die onderzoekscommissie. Daar is over gepraat, zeggen ze. Wat de onderzoekers daarvan zeiden, dat willen zij niet vrijgeven. En daar hebben ze natuurlijk geloof gelijk in, want dat is het onderdeel van het officiële onderzoek. Maar kennelijk waren ze naar dat gesprek nog zekerder van hun zaak, want een maand later gaven ze daar dus een persconferentie over. Dat is dus heel interessante informatie. Zij zeggen ook bovendien ook, en dat is natuurlijk duidelijk hun commerciële belang, want zij zijn een rechtszaak begonnen tegen de EU. Vanwege die economische tegenhouden van die producten van die fabriek. En die zeggen van jullie beschuldigen ons van, maar als het een Buk-raket is geweest, dan alleen een M1. En die hebben wij nooit gemaakt, want we hebben een fabriek overgemaakt waar wij andere gebruiken. En dat geven ze ook heel precies aan. Maar dat is duidelijk een commercieel verhaal van hun, want zij willen graag hun spullen natuurlijk blijven verkopen. De conclusie is dan dat het verhaal wat Amerika presenteert is sowieso niet waar. Dat is, nou ja, kijk, is dat dan een feit? Het hele interessante is dat Amerika eigenlijk helemaal niks meer zegt. Dat is echt heel erg boeiend. Amerika heeft de eerste 3 dagen hebben ze gezegd, we hebben foto's of een foto en daarop konden we zien dat met een Buk-raket werd geschoten vanaf dat plaatsje Tsjitsjne daar. Maar die laten we niet zien.
Wat we wel laten zien is een tekening. Ik wil iets aan toevoegen wat aan veel aandacht is ontsnapt. Want heel kort nadat die eerste verhalen kwamen van Biden en van Kerry enzovoort, heel kort daarna kwam er een verhaal via Los Angeles van een heel bekende onderzoeksjournalist die had gesproken met een andere veiligheidsorganisatie. Nou moet je weten dat die Amerikaanse veiligheidsorganisaties, CIA en NSA, die vechten met elkaar net zoals... Jerry heette die man. Precies. Ja. En die had gezegd, die had gehoord van die andere, van een lek, van die dingen, dat het verhaal wat wij hebben is iets heel anders dan het officiële verhaal wat je hoort. Hij ging niet verder dan dat. Maar je moet beseffen dat ook in die Amerikaanse veiligheidswereld er geen unanimiteit bestaat over wat voor soort propaganda de wereld moet horen. Ja, die worden tegengesproken. En dat hoor je wel meer. De CIA en de NSA die liggen nu ontzettend met elkaar overhoop. En je kan ook meer daarvan verwachten. Net zoals de afzonderlijke dienstafdelingen van de Amerikaanse militaire macht. Die liggen ook met elkaar overhoop. En dat is misschien ons geluk. Want als ze helemaal eensgezind met alles bezig zijn, dan is het misschien veel gevaarlijker. Aan de andere kant zijn ze behoorlijk eensgezind, want ze zeggen namelijk helemaal niks meer. Ja, nou natuurlijk. Ja, ja, dat is wel boeiend. Ik bedoel, de eerste week kwamen de berichten naar buiten. Nu echt helemaal niets meer. Dus behalve dus dat tekeningetje, hè, want veel mensen denken dat het een satellietfoto was, maar het is een satellietfoto van 2011 van een commercieel bedrijf waar ze met een pijltje in hebben getekend, zo is het gegaan. En dat wordt vervolgens nu als een soort, ja, het is bijna een religie, als een soort heilige waarheid wordt dat hier verspreid. Maar het is alleen maar een suggestie, veel meer is het niet. En er moet nog iets gezegd worden in verband met dat onderzoek en in verband met Frans Timmermans. Kijk, er is een verkeerstoren in Kiev. Die verkeerstoren heeft radar en stem informatie over, want er is natuurlijk voortdurend contact met zo'n vliegtuig. Dat vliegtuig moest plotseling veel lager gaan vliegen, we weten niet waarom. Dus allemaal, er moet allemaal een record van zijn. Wat doet Frans Timmermans? Die gaat naar Kiev. Eist hij op om te weten wat de radar geconstateerd heeft in de andere? Nee. Het komt blijkbaar niet bij hem op. Maar dat zou het eerste zijn wat een echte onderzoekscommissie zou moeten doen. Ja. Terwijl het heel normaal is, want ik bedoel, bij die Bijlmer-ramp is dat gewoon vrijgegeven. En dan hoor je precies, oh, wat zijn die vrouwen op een gegeven moment? Oh, Henk, ik geloof dat die gevallen is. Weet je wel, dat kun je allemaal horen. En dat is natuurlijk het is dus niet alleen de informatie, want dat is natuurlijk heel interessant. Het is niet alleen de informatie van de verkeerstoren naar het vliegtuig, maar het is ook de informatie van de verkeersleiders onderling. Die staat ook allemaal op band. En daar kan natuurlijk heel iets interessants gezegd worden, al is het maar één zinnetje. Nou, dat wordt anders niet fijn.